Vandaag hebben we een nieuwe missie. Birds of Prey. We zullen vast iets moeten vliegen. Misschien wel weer over ziplines. En we proberen Rorge te zoeken. We weten waar die is. Denk ik. Ziet er heel episch uit door een of andere jungle. Het is een soort van Grand Canyon. Maar dan iets kleiner. Heel veel heli's. Dan gaan we misschien wel bij die bruggen komen die we net in de cutscene hadden gezien in de vorige episode. Oké, mooi. We hebben leuke wapens. We kunnen zelfs inzoomen. G. Oh, G zorgt voor hele grote wapens. Oké, we hebben hier heel veel wat we blijkbaar moeten uitschakelen. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Echt heel veel. Fuck. Er zijn echt veel meer bruggen dan dat ik in de cutscene had gezien. Het is moeilijk richten, man. Oké, eerst deze heli's denk ik maar. En we hebben ook nog dit wapen, daar kunnen we die kleine gastjes mee killen. Oh shit, we moeten natuurlijk ook een beetje uitkijken. Dat we niet door hen worden geraakt, dus we moeten niet stil blijven hangen in ieder geval. Oké, die is eraan. Nog meer hier aan deze kant. Hier staat nog iets. En dat was alles aan deze kant. Gaan we nu weer verder die kant op. En de tanks die blijven maar komen. Ik dacht dat ik hier alles al lang had uitgeschakeld. Hebben we dan alles hier? Kunnen we dan nu een stukje verder? Nee, daar is nog iets. Schieten we dan maar zo op als het niet anders lukt. Je had het toch al lang neergeschoten, man. Doe dat niet zo gekker. Wat zijn die kleine autootjes? Die grote zijn een soort van lege autootjes die waarschijnlijk gewoon mannen brengen. Oh shit, boten. Goed zo. Gelukkig hebben we deze goede wapens, anders hadden we hier toch nooit tegenop gekund. En gelukkig hebben zij geen afweer geschud tegen luchtaanvallen. Anders dan waren we ook al lang de lucht uitgeschoten. Kom op, we lopen hier gewoon de hele tijd een beetje rondjes te vliegen. Kijk, we lopen gewoon rondjes te vliegen. Die pro is gewoon van ons. Oh, hier veel te taken. Volgens mij is dat wel afweer geschud, maar doen ze het gewoon helemaal verkeerd. Er staat wel de hele tijd dat er iets incoming is. En dan gebeurt er toch uiteindelijk niks. Dan ben je niet blij als je hier op missie wordt gestuurd als lopende gast. Terwijl je gewoon zoveel vliegtuigen en alles hebt. Oké, die daken zijn leeg. Er is nog veel meer hier zo. Schiet er dit neer. En dit is dus wat ik zo awesome vind aan Succeed Campaigns. Gewoon de afwisseling. Dat je niet alleen maar gewoon lopend hebt. Maar zoals ook de vorige keer. Dat we de hele tijd met die gebouwen gingen. Met ziplines en alles. Zulke soort dingen. Verder die kant op denk ik. En dan nu dus weer vliegen. En af en toe dat je met de boot moet. Ik denk dat in de eerste, die heb ik niet gespeeld. Maar dat was dan waarschijnlijk wel een stuk minder. Hier is nog veel meer. Oké. Oh, daar nice. Fuel tanks. Die mogen natuurlijk ook kapot. En wat nu? Zijn we klaar? Het klinkt rustig. Of is er gewoon nog meer hier aan deze kant? Oh, wat? Oh, dit vliegtuig is zo gemaakt dat hij gewoon niet ergens tegenaan kan vliegen. Dat is handig. Is er nog meer? Wat krijgen we nu dan? Ja, op wat? Zien jullie iets? Moeten we dan daar nog even op wachten? Die ene gast hier. Die hier dan waarschijnlijk nog aan het schieten is. Nou, ene. Misschien zijn het er ietsje meer dan één. Schieten we die ook nog gewoon eventjes dood. Noord. Is dat Noord? Weten we dat ook meteen weer? Oh shit, ze hebben nu dus wel afweer geschud. Want die gaan ons sowieso proberen te killen. Dan doen wij hetzelfde. Dat is één, hoeveel zijn het er? Zijn er best wel veel. Dat is twee. Goed zo. Daar hebben we er nog één. Waarom proberen die anderen hem niet te killen? En dat is drie. En toen hadden we er daar nog drie, natuurlijk. Ze dachten van, oh, jullie hebben ons verslagen. Laten we gewoon nieuwe sturen. Om gewoon dood te gaan. We weten dat we gaan verliezen, maar toch. Oh shit. Schiet jou dood. Oh, net op tijd. We waren bijna tegenaan gevlogen, man. Twee. Drie. Mooi. Hier staan nog wel wat kleine mannetjes. Below? Dus we moeten weer terug die kant op. En daar zijn we net geweest. Ik snap niet dat ze daar dan weer nieuwe mensen sturen. Als wij dat net allemaal hadden gedaan. Clear the landing.
Volgens mij hadden we dat net al gedaan. Dat was volgens mij gewoon daar achterin. Ja, daar. Daar staat het inderdaad al. 400 meter. Daar waren we net dus ook al. Dus gaan we nu eindelijk landen. Eens kijken wat we kunnen doen als lopende mannen. Oh, oké. Er staan hier nog meer. Ik dacht dat we net alles al hadden uitgeschakeld. Zo mag het natuurlijk ook. En er is meer. Klaar zo? Oké. Mooi. En nu? Wat? Wat gebeurt er? Werden we nou geteleporteerd vanaf dat vliegtuig naar deze? Dat is episch. Ik wist niet dat ze dat in deze tijden al konden teleporteren. Ik vind het allemaal best hoor. Ik vind teleporteren wel episch tot nu toe. En hoe vonden jullie dat nou? Jullie eerste ervaring met teleportatie. Episch toch? Oké, we lopen een stukje verder. Zoeken dekking. We hebben een goed wapen. We zijn nog in één keer dood gegaan. Dus dat zegt iets over het wapen. Want als ik het bestuur, dan is het meestal toch niet zo heel erg goed. Al ben ik wel heel erg pro, maar dat laat ik gewoon niet aan jullie zien. Ik wil liever dat jullie gewoon naar mijn faalheid kijken. Lopen verder naar binnen. Oh, die hoort niet bij mij. Goed zo, Keegan. Oké. Ik loop hier zo naar boven. Dan kunnen we gewoon alleen schuilen, dus niet echt iets te doen. Nice. Heel veel mensen hier. Schiet eerst die wel gewoon even dood. Dan moeten we even kijken waar we straks heen moeten. Dat we weten wat we moeten schieten. Zullen we dan dus in ieder geval... Oh, sorry Merk. Ik dacht dat jij niet bij me hoorde. Ging het wel goed met Keegan? Hij stond daar zo op de grond. Ja, laden. Als het hoekje wachten. Moeten we natuurlijk niet langer laten leiden dan nodig. Hier zijn dan nog weer mensen. En daar. Oh, shit. Wat? Wie hoort... Keegan? Merk? Oh, we zijn met drie? Oh, sorry. Dat had ik niet gezien. Merk? Keegan? En Hash. Oké, Hash is er... nee. Ja, Hash. Die was er net nog niet bij. In ieder geval in de vorige missie. Die was er toen niet bij. Dus het is mooi dat we die dan nu hebben. Met z'n vieren zijn we natuurlijk sterker dan met z'n drieën. Ik kom vanaf deze kant. Als jullie dan gewoon vanaf de andere kant komen. Dan worden ze een beetje ingesloten. En kunnen wij ze veel makkelijker gewoon killen. Je hebt hier echt goede plekken om gewoon lekker te schuilen. Granaatje erop. Kan vast geen kwaad, een granaat. Ik wacht hier eventjes aan deze kant. Kijken of hier er nog wat staan. Hopelijk schieten hier nu geen granaat. Ik heb jullie natuurlijk wel een heel goed idee gegeven. Granaten schieten. Hier staan ze gewoon allemaal bij elkaar. Dat is wel echt heel erg dom, jongens. De andere team dan. Holy. Dat zijn er veel. Moeten we die allemaal zien te killen? Gooien we er eerst maar even granaten, want ze staan allemaal zo dicht bij elkaar. Kijk, dat is zo mooi, dat je ze gewoon in een rijtje kan neerschieten. Oh, dat zag er sterk uit. Eén stukje terug. Die hoorden dus ook nog bij mij. Niet bij mij bedoel ik dan natuurlijk. Onze levens zijn terug. Granaat. Ja, onze levens zijn terug. Die hoort bij mij. Ik vind het jammer dat ze niet iets boven hun hoofd hebben waar je dat kan zien ofzo. Van wie hoort bij jou, wie hoort niet bij jou. Waren we terug hier. Is hij de laatste? Denk het niet, zullen hier vast nog wel meer zijn in het midden. Nee, die hoorden wel bij mij. Daar bovenop. Oké, dan moeten we natuurlijk wel naar boven lopen, anders komt er natuurlijk niks van. Ik loop hier zo. Die is dood. Kunnen we hier tussendoor? Nee, dat kon niet, want er stond iemand. Vond ik even uitkijken. Ja, schiet met z'n allen op een dooi of zo. Deze kant. Is dat niemand? Dan kunnen we daar dus in. Goed zo. Shit, een granaat. Is niet mooi als we ook al damage hebben. Goed zo. Low ammo. Moet eventjes een ander wapen zien te vinden. F. Is dit fijn? Jawel. Niet zo fijn als de vorige. En toen waren we weer terug aan deze. Oké, dus het is geen TP. We besturen deze gewoon vanaf afstand of zo. Of we wisselen gewoon van persoon. Dat kan ook. We doen er gewoon eventjes een G op. Gaat een stukje sneller. Goed zo. Toen waren we weer hier. Dat vind ik awesome bedacht. Ik dacht eerst even dat het gewoon heel dom gemaakt was met teleporteren. Maar oké, het was dus dat. Sorry dat ik jou heb beledigd, meneer het spel. Beledigd. Teleporteren is natuurlijk ook epic. Maar goed. Hadden we deze dan niet gewoon met die... Met
dat vliegtuig kunnen uitschakelen. Was misschien ietsje slimmer geweest, hè? We lopen verder. Zag je hem net dom lopen? Zag er echt niet uit, man. Dan hier zo. Allemaal mooi in een rijtje. Kijk. Dat is gewoon echt zo handig. En zo dom van de tegenstanders. Mooi. Verder. Dit ziet er... Ik weet niet, maar ligt het aan mij? Of hebben jullie ook allemaal angst voor stuk soort buizen die door kamers heen liggen? Het lijkt er gewoon net een alien die gewoon alles wil opslurpen. Oh, daar is hij. Waarom heb je dit gedaan? Jee, hebben we hem nou gewoon vermoord? Laten we hem daar nog gewoon liggen. Ook wel net zeggen. Oké, kunnen wij hier ook doorheen? Hoe werken ramen? Ramen zijn te ingewikkeld. Oh, gelukkig. Oké, toen hadden we Rorak dus gevonden. En krijgen we weer een nieuwe cutscene. Dat was best wel epic met al dat luchtgeweer dingen. Sophisticated methods. They kept Rourke in a hole for months. Ow. Food mixed with the poisons of exotic plants. As they broke down his body, they went to work on his mind. Okay, that's wel heel erg ziek. They went to work on his soul. They rebuilt what was left. Twisting him to their purposes. The process was excruciating and exacting. Rourke was their ghost now. The perfect weapon to use against us. Ja. Oké, dus we hebben hem weer tot ons gemaakt. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. We hebben gewoon Rourke opnieuw gevonden. En waarom staat er toch altijd Rourke file not found? Geen idee. Maar dat is dus wat we vandaag hebben gedaan. We hebben lekker in helikopters allemaal gevlogen. We hebben veel andere dingen vermoord. En ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Wees warm, blijf warm zijn en warm het like deze video. Voeg hem tot je favorieten. En bye bye.